Yo, Fico Gamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Civilization 5 hier op Fico Games. En jongens, ik heb jullie like ontzettend hard nodig vandaag. Want we zijn op dit moment in een niet al te beste positie. We zijn namelijk van alle kanten omsingeld. Er komt hier zo meteen bij Tikal waarschijnlijk nog wel een oorlogje aan. Palenque is aan het branden en is binnenkort ook van de tegenstander. Dus het gaat gewoon echt niet goed. Ik hoop alleen dat we het nog kunnen redden. En ik heb ook gezien de vorige keer dat het nog best kan als je er maar in gelooft. Dus laten we er met z'n allen dan in ieder geval nog in geloven dat het nog goed gaat komen. Want ik ga hier binnenkort het National Visitor Center afkrijgen. Over 2 beurt is die klaar en dan hebben we in ieder geval wat meer... Wat ben jij eraan doen? Hoppakee. Wat meer toerisme. Dat sowieso, 100% hier in deze stad. Het internet komt eraan, zorgt er ook voor een dubbel toerisme. Dus hopelijk kunnen we dat dan nog pushen. En hopelijk zijn we dan uiteindelijk toch nog influential over andere civilizations. Ik wil in ieder geval over 1 wil ik overheersend zijn. Ik kan me niet uitmaken of dat het meer wordt of minder. Maar 1. 1 is goed. Oh ja, is goed. Even kijken, heb ik nog een extra spion erbij gekregen? Hey, waarom heb jij niks te doen? Ik zit Latli. Ga jij eens eventjes naar daar. En go eens een couple of dingen doen. Ja, deze stad is gevallen. Palenque. Wordt officieel overgenomen zometeen. Ja, hey, die stad is al kapot hoor, jongens. We hoeven hier nog meer bommen bovenop. Als hij namelijk zometeen naar binnen rent, is die stad gewoon van hem. Is er niks aan de hand. Hoppakee, en daar gaan we. Neem maar over die stad. Hoppa. Palenque is gecaptured by Assyria en de Maya's zijn hun hoofdstad kwijt. Oeps. Oepsie daisy. Dat is best wel balen voor de Maya's. En ook best wel balen voor mij, want de Maya's waren een goede buur. En ze zijn er nog steeds, maar een heel stuk minder. Nog 1 beurt voor het National Visitor Center, hè. We willen kijken of we hier ook eentje kunnen bouwen. Only one allowed per player. Oh, oké. Okay. Ik wilde er meer hebben. Ik wilde er overal wel eentje. Ik zag dat wel helemaal zitten. Ik zag dat helemaal goed komen. Nou, blijkt me toch niet. Mag er maar eentje. Ik ben weer zo hebberig dat ik er meer wil hebben. Ik vind dat wel lekker. Lekker toerisme bonus. 129 staat hij nu op. Kijken wat er gebeurt als zometeen het National Visitor Center er is. Gok dat hij naar 150 schiet. Gok ik. Denk ik. Hoop ik. Please, 150. Zou leuk zijn. Het is toch weer een klein beetje. Elke keer een klein beetje bovenop elkaar. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan heb je uiteindelijk toch best wel een flinke bult aan toerisme. Maar ik ga het niet meer redden hoor. Don't worry, ook niet met toerisme. Ik ga het wel proberen. Maar ik ga niet zeggen van 184. Holy shizzle for the whistle. Dat is best wel veel. Doe maar een bomschuilplaats. Dat kan ik ook wel goed gebruiken. Vermoeden dat er zometeen nog een paar bommen bovenop mijn hoofd te vallen. Tippin, jij gaat naar Antwerpen. Close. Volgende beurt. Wat op zich wel lekker zou zijn, is dat er nu een of andere research agreement klaar zou zijn. Dat we het internet uit gaan vinden met elkaar. En dat we het toerisme output verdubbelen. Dus dan hebben we in plaats van 184, hebben we het dubbele. Dan komt ie hoor. 368. Goed zo. Ah... Oh no, niet nog een SS booster. Oh, dat is de tweede. Hij heeft 3 boosters nodig. Hij heeft er al 2. Dan moet hij nog een cockpit, een stasekamer en een hoofdding hebben. Dit is het tweede onderdeel van de raket die hij al heeft. 2 van de 6. Gonna be very difficult. But we're gonna try nonetheless. Caravan gaat naar Kopenhagen terug. Productie. Research. Alles op research. Ik moet mijn toerisme nu zo gauw mogelijk gaan boosten. En daar heb ik het internet echt voor nodig. This is not going great. Hij heeft me hier ondertussen al wel een hele tijd met rust gelaten. Afgezien van dit ding dat hij afgepakt heeft, maar verder heeft hij niet zo heel veel nuttigs gedaan hier. Hey, you'll pay for this in time, bitch. Ik ben gewoon echt letterlijk niet bang voor hem. Zoek het maar uit. Oh, daar komt hij aan hoor. Please, laat me stad met rust. Ik ben toch wel een beetje bang voor hem. Toch wel een beetje.
Unit promotion! Hiep hoi, gefeliciteerd en een zoen van de juf. Van Hanoi. Aardig van Hanoi. Wat voor unit is het? Anti-aircraft gun. Het meest nutteloze ding ever, maar wat. Wat doet het er bij mij? Het is gratis, zullen we denken. Dan moet ik er wel voor betalen. Share intrigue. Nishtatati. Share intrigue. En jij gaat repareren. Plus 3 goud. Zonde van mijn goud om er niks mee te doen. Deze moet ook straks gerepareerd worden. Is er ook ergens een knopje waarop je kan zien hoeveel, hoe lang je research agreement nog duurt? Kan je nergens zien, geloof ik, hè? Research agreement. Allied, ah nee. Dat kan je nergens zien. Best wel vervelend. Ik wil weten wanneer die research agreements klaar zijn. Als er ergens een knopje voor is, jongens. Jullie weten dat zo'n shizzle. Laat het me vooral even weten. Hoe kan ik checken hoe lang mijn research agreements nog duren? Gooi het alsjeblieft in de comments neer, want dat zijn dingen waar ik wat aan heb. Namelijk. Upcoming session. Ja. Heeft het toch nut? Gaan we naar Persepolis. Tuurlijk heeft het nut, Vaco. Come on. Hou de moed erin, jongen. Ga maar een fort bouwen daar op de grens. Misschien dat hij daar een beetje poesie van wordt. Acht beurten voor internet. Ik hoop eigenlijk dat een research agreement zo meteen klaar is. Heb nodig. Namelijk, heb heel hard nodig. Ik ga toch even checken hoe het met mijn victory progress gaat. Oeh, 89%. Hey, we gaan vooruit. 14,5% influential. Daar gaan we erbij komen hoor. Not. Dat gaat gewoon echt niet goed aflopen. Jij gaat daar de boel repareren. En jij gaat daar een trading post bouwen. Waarom heb jij dat nog niet eerder gedaan? Dat was jouw taak, trading posts bouwen. Je hebt je taak vernacheld. Teotihuacan. Ja, op zich is het wel verdedigd, maar nog steeds niet echt heel goed. You'll pay for this. Hij kwam toch nog even melden dat hij nuclear weapons had. En in de mamno. Ik vind het prima dat hij dat even kon melden, maar het interesseert me niet zoveel dat hij nuclear weapons heeft. Als hij ze gooit, ben ik de lul. Dat zo simpel is nou Emma. Kijk, dit bevalt me dan automatisch goed. Dankjewel. Ik weet niet wie het deed, maar echt bedankt. Ik werd helemaal gek van die units. Dankjewel. Ja, archeoloog zat er ook echt helemaal koud te kleumen daar. Met zijn kruiwagentje voor mijn zooi. Ergens in het noorden. Barbaren. Research agreement complete. Oké. Okay. Dan krijg ik maar 3 boosts van, of wat? Dat is niet veel. Tutut! Krassen door de sneeuw. Krijg ik er echt maar 3 boosts van? Dat is ook niet veel. Ja, het is iets. Zullen we maar denken. Internet is iets. Het is weer 3 stappen dichterbij. 3 beurten. 3 beurten dichterbij. Dat is Samanim. Ja, Garim. Ik weet het. Garim. Alles is Garim bij die vent. Oh. Oh, oh, oh. Niet vastlopen, please niet. Ethiopië. Waar zijn trouwens al die units naartoe die hier allemaal doorheen reden elke keer? Oh, daar. Het is echt levensgevaarlijk hier. Echt, hè, Link. Hey, Nippur. Nippur. Hey, waar woon je? Ik woon in Nippur. 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 Ga maar een fort bouwen. Ik weet het anders ook niet hoor. Jij gaat daar maar in het bos staan. In het koude bos. Let us work together. Absoluut. Ik kan alle vrienden gebruiken die ik op dit moment kan vinden. Ik ben echt vriendjes met iedereen. Maakt me niet uit met wie. Al is het met de melkboer. Ik ben er vriendjes mee.
4 buurten voor internet en een dubbel toerisme output. Dan moet het nu heel snel gaan. Ja, dubbel is best wel veel hoor. Dubbel is like 2 keer zoveel. Dus daar heb ik op zich wel wat aan. Ik denk alleen dat het te laat komt. Ja, veel te laat. Veel te laat. Nou ja. So be it, je kan niet elk potje winnen. Hm? Je kan niet alles winnen. En toch ga ik het proberen. Great scientists. Hop. Social policy. En je hebt natuurlijk ook zo meteen dat ik een gratis technologie krijg. Als ik er nog eentje heb, heb ik een gratis technologie. Dus, als ik die gratis technologie heb, kan ik weer net even een stapje verder komen. En misschien dat ik dan nog wel iets met cultuur kan doen. Probably niet. Satellieten, Hubble Space Telescope. Ook leuk. Giant Death Robot. Giant Death Robot initiated. Ook echt een leuke naam voor een unit. Giant Death Robot. Het covert wel compleet wat hij doet natuurlijk. Delegaties. World Leader. Azteken. Ik ben nog steeds voor mezelf. Ik heb er maar 4 van die mannetjes, hè? Dat lukt niet veel. Zeg even die andere gast, die had er al 30. Hij heeft er 34 nodig. Maar 44 heeft hij nodig, dus hij heeft er nog maar 14 nodig. Dat betekent dat als zometeen Harald Bluetooth of Haile Selassie gaat stemmen, dat ik de lul ben. He is not gonna do it, maar het zou wel kunnen. Tuurlijk gaat hij niet op zichzelf. Waarom zou je op iemand anders stemmen voor wereldleider dan op jezelf? Waarom zou je dat doen? Dan heeft dus de ander de game gewonnen. Ik snap dat niet hoor. Ik snap het niet. Het is hetzelfde als dat je zegt van, hey, we gaan 10 doelpunten scoren op het WK. Maar vervolgens moet ik er zelf wel 5 inschieten. Ik snap dat niet. Zal wel aan mij liggen. Nog 2 beurten. Internet. Wil hebben. Echt. Helping you advance toward a cultural victory. Ja, I know. Daarom bouw ik hem ook. En ik wil hem hebben. 184, dat wordt 368 cultuur per beurt. Of toerisme per beurt. Ja, nog te weinig. Het had veel en veel en veel eerder moeten gebeuren, deze onzin. Dan had ik nog een kans gehad. Nu ben ik gewoon echt letterlijk te laat. Ik had meer steden moeten hebben. Ik had eerder moeten handelen. Ik heb mezelf te lang op een reet laten liggen. Sorry, Atlas-stijl heb ik gedaan. En dat was nou eventjes dodelijk. Maar we zijn er nog niet. Faco is not giving up, bitches. The internet is the first thing that humanity has built that humanity doesn't understand. The largest experiment in anarchy that we have ever had. Dankjewel, dubbele toerisme, hartstikke goed. Oké, wat gaan we nu uitvinden? Ja, satellieten zou op zich wel leuk zijn. Hubble Space Telescope. Op zich wel interessant om te hebben. Kan ik nog wat leuks bouwen? Een recycling center. Ik heb geen reet aan, man. Je hebt een fort gebouwd. Ga daar ook nog een fort bouwen. Overal forten. Ik wil al die forten hebben, hè. Al die forten. 99,8%. Joehoe. We komen er wel. Ik ga zo meteen cultural influential zijn over even die gasten. Dat heb ik in ieder geval dat nog gehaald. Mag ik dat in ieder geval nog in mijn zak steken? In ieder geval 1 ding. Het is vrij nutteloos verder, maar het is toch leuk. Hè? Dan heb ik in ieder geval iets gehaald. Heb ik in ieder geval iets om in mijn zak te steken? Teotihuacan schiet de zop. Gek muziekie. Hoe gaat het trouwens met de demographics? Oh, ook niet zo best. Land op de 8e van de 10 plekken. Wauw. Not good, Faco. Not good. Al die caravans die weer op pad moeten. We gaan wel op vakantie.
Iedereen gaat op vakantie, behalve de vaak over. Ik ga niet op vakantie dit jaar. Ik denk dat ik Gamescom dit jaar als vakantie ga zien in augustus. Zit ik dat wel gaan doen. Waar ga jij trouwens naartoe op vakantie? Blijf je in Nederland? Ga je naar België? Waar ga je naartoe? Laat me in de reacties weten. Misschien gaan we wel een hele grote vliegreis maken. Is ook wel vet zijn. Maar ik heb mijn hele grote vliegreis van dit jaar al gehad. Los Angeles. E3. Ik hoef voorlopig even geen grote vliegreizen meer. Ik ben er even klaar mee. Ik vind het wel goed. Maar misschien dat jij wel heel ver gaat. Zou natuurlijk kunnen. Misschien ga je wel naar Griekenland. Spanje. New units from Sofia. Sofia, ik heb even geen units meer nodig. Misschien gaan we verder, helemaal naar Indonesië of zo. Mensen gaan tegenwoordig echt veel makkelijker op verre reizen dan vroeger. Toen ik op de basisschool zat, toen ging echt niemand naar Indonesië, hoor. Echt niet. Toen gingen ze hooguit naar Frankrijk en naar Spanje. Dat was heel ver. In die tijd. Denk je daar. En tegenwoordig kijken mensen er helemaal niet meer gek van op als je zegt... Oh, ik ga naar Bali. Oh, ik ga naar Zuid-Amerika. Oh, ik ga naar Florida. En ik kon ondertussen natuurlijk denken van... Tuurlijk joh, wie betaalt het allemaal? Ambassade is goed, Mattie. Jij krijgt van mij een ambassade, hoor. No hard feelings. Hier dacht ik echt een stukje land waar echt niemand wat aan heeft. Het meest lullig, het is mijn land. Well, ik kan er twee trading stations bouwen. Dat is wat ik ermee kan doen. Maar hebben we daar veel aan? Ik gok van niet. Mag ik even Sofia kijken? Die elections zijn wel rigged, maar... 284, holy shit, veel te ver, man. Veel te ver. Oké, nutteloos. Fort. Ik wil overal forten. Als ik dan toch verder niks kan winnen, dan wil ik in ieder geval nog een fort hebben. Hoppakee, in het fort staan. Met je tank. Als ze eraan komen, dan schiet je, hè. En hard. Oeps. Kijken wat hier op de stoep staat. Ik denk dat het tijd is, tankjes, om terug naar huis te komen. Gok ik. Ik gok dat dit niet heel goed gaat aflopen voor de Vaco. Denk dat er binnen nu en vijf beurten oorlog komt met de buurman. En dat de buurman dat heel hard gaat winnen. Ik heb wel samurai zwaarden. En die werken niet zo goed tegen tanks. We kunnen de banden lekken. Oh nee, dat kan niet. We kunnen de banden niet... Whoops. We kunnen de banden helemaal niet lek prikken, want tanks hebben geen banden. Ze hebben rupsbanden, die kan je niet lek prikken. Beetje samurai zwaard. Ik heb jeuk aan mijn voet. Zo. Opgelost. Nee, toch niet. Montezuma the Wise of the Aztecs. Ik denk dat Montezuma pas heel wijs is als hij zo zegt van ik geef me over. Want de buurman die staat op de stoep en de buurman is niet zo vrolijk. Waarschijnlijk heb ik vroeger iets te vaak een bal door zijn deur heen getrapt. Lekker deuntje. Het is echt wachten tot die gast binnenkomt stormen. Als hij namelijk naar die andere was gegaan, dan was hij via de zuidkant gegaan, zoals hij net ook deed. So this is not going to end very well, gok ik. Maar gaat wel weer... Opnieuw, ik ga het proberen. Ik ga proberen om hem te verslaan. Aztec tank, kom terug. Oh, nee. Ik zei tank, kom terug. Daarheen. Tank, kom terug. Daarheen. We gaan ons niet zomaar zonder slag of stoot overgeven. Dat vind ik onzin. Unit needs orders. Caravan. Ga maar naar Palenque. Echt een prachtige stad deze tijd van het jaar. Go to Palenque. 1, 2. Ja, er is ook een grote generaal bij. Ja, die gaat aanvallen. Oeps. Misschien heb ik hem iets te chagrijnig gemaakt. Elke keer zijn land weer terug te pakken als hij iets van mij afpakte. Kom maar op met je units. Schiet mijn land maar kapot. Oh. Ah, dat is door. Pussy! Hij smeert hem gewoon, de held. Wat een knijt. Ik dacht echt, die gaat gewoon meteen helemaal los op lol. Blijkbaar toch niet? I'll take it.
First ended. Alert. Lol, bouw ook maar even een bomshelter. Je zal hem hard nodig hebben zometeen. Alert. Next turn. Die gast is veel verder op dit gebied. Rocket artillery. Ja, Apollo-programma. Veel te laat, man. Wel vriendjes met een heleboel. Maar daar houdt het ook mee op. En een vriendschap heb je niet zoveel in deze game. Als de vijand vervolgens meer vrienden heeft natuurlijk. Je hebt wel heel veel vriendschappen, maar jij moet de meeste hebben. Anders dan heeft het niet zoveel nut. City State, come on, you can do this. Barbarians. Dat is dan wel weer fijn. People who like to smile the most, sta ik op de tweede plek. Met 54 happiness. Dat vind ik leuk. Hey, Fico Gamers, weet je waar ik ook heel veel happiness voor krijg? Elke keer als jullie bij mij een like op deze video's doen, vind ik namelijk elke keer weer super tof. Dus hopelijk willen jullie dat nog even voor me doen. Doe eventjes een like op deze video, word ik weer helemaal blij van. En ik zie jullie dan de volgende keer terug bij meer Civilization. En dan gaan we kijken hoe lang we er nog uit kunnen zitten. Bedankt voor het kijken jongens. En tot de volgende keer. Mazzel!